Hallo mensen van Mensen op YouTube. Vandaag gaat het over twee ooms interviewen. We beginnen om Arjan. Hallo. Hoe oud zijn jullie? Ja, ik moet altijd goed nadenken, want ik ben al heel oud, Wessel. Maar ik ben 56. En jij? Ik ben alweer 53, dus ik ben een beetje jonger als Arjan. En dan nog een vraag. Waar wonen jullie? Ik woon in Amsterdam. Ja, en jij? Ik woon in Culemborg. Ben je wel eens geweest, hè? Ja, verschillende keren. Ja, tuurlijk, ja. Ja, tuurlijk. Hoe hebben jullie je schat ontmoet? Mijn schatje? Ja. Oh, dat is een heel lang verhaal, Wessel. Mm-hmm. Maar dat is tante Margreet, hè? Dat weet je, hè? Ja, en jij? Ja, mijn schatje is tante Monique, dat weet je. Ja. Ja. Maar je wil weten hoe ik haar heb ontmoet? Mm-hmm. Dat was op de kermis. Ah, kermis. Weet je wat een kermis is? Nee. Weet je niet? Met botsautootjes, oh ja, draaimolen. Oh ja, dat heb ik ook geweest. Dat is een kermis met allemaal lampjes en lichtjes. Mm-hmm. Waarom bezoeken? Waarom? Bezoeken. Waarom jij mij bezoekt? Ja. Waarom? Nou, het is een hele speciale dag vandaag. Mm-hmm. Want tante Margreet is jarig geweest. En oma is 80 geworden. Zo. Ja. Dat is echt oud. Ja. Hoe oud ben jij eigenlijk, Wessel? 18. 18? Jeetje man. Wordt ook al oud. Ik heb vraag om Mari. Oh, sorry. Ja. Waarom het een rozier? Nou, als je wilt, zou je binnenkort al kunnen komen logeren. Ah. Als je misschien wil, je broer en je zusje ook wel mee. Ze zijn altijd welkom natuurlijk. Ah. Waarom heb je een kale kop tegen Arjan? Waarom? Oh, jij durf wel. Waarom heb jij een kale kop? Weet je dat? Ik heb er geen haar meer. Oh, je hebt gewoon geen haar meer. Nou, ik heb nog wel een klein beetje haar. Maar ja, ik ben gewoon oud. En als je ouder wordt, dan worden sommige mannen kaal. Sommige mannen niet. Sommige niet, zoals oma Mari. En ja. Ik heb pech dat ik wel kaal word. Mm-hmm. Maar ik vind het ook wel weer mooi hoor, kaal. Ja. Staat je goed hoor, Ryan. Ja. En Wessel ook trouwens. Mm-hmm. Nog een vraag. Hoezo vaak op bril op? Ja, zonder een bril kan ik jou gewoon niet goed zien. Als ik mijn bril nu afdoe, dan weet ik niet, is dit nou Wessel of is dit nou Arjan? Dat weet ik gewoon niet. Dan moet ik echt een beetje zo gaan voelen. Oh, dit is Wessel. Een bril op. Oh, gelukkig, jij bent het Wessel. Ja. Dan nog een vraag. Wat jullie ontstaan? Hoe wij zijn ontstaan? Ja. Wij waren ook een babytje, net als jij. Ah. We zijn gegroeid in de buik van onze moeder. Ah, ik snap het. Nou, weet je, dat was eerst begon met de Big Bang. Heel lang geleden. Ja. En daar volgde alles uit. Oké. En dan een vraag. Wat jullie favoriete dieren? Mijn favoriete dieren? Vroeger wilde ik altijd een tijger zijn. Dat vind ik gewoon hele mooie dieren. Ah, en jij? Een dolfijn. Ah. Die zo lekker zwemt zo. Door het water en duikt. Ja. Vind ik mooi. Ja. Vind je dat ook mooi? Ja. Of ben je liever een tijger? Oh ja. Door mij abonneren, like, hem omhoog. Dat is abonneren klopje. Dat liefst om er ook even liken. Ja, naast abonneren klopje, niks van video. Dat zeg altijd later. Later! 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 Doei! Later!